Vandaag is het 38 jaar geleden dat precies op deze plek gruwelijke moorden werden gepleegd op 15 dragers van toortsen voor democratie en vrijheid. Het doel van de moordenaars, het vernietigen van de inspirerende levensgeesten en motiverende stemmen voor recht, waarheid en democratie. Bij wijze van intimidatie en om hun boodschap van moord en vernietiging kracht bij te zetten, werden 38 jaar geleden ook de mediahuizen Radica, ABC in brand gestoken. De drukkerij van Dagblad De Vrije Stem en het vakbondsgebouw van de Moederbond werden opgeblazen. Het was niet alleen een aanslag op de vrije meningsuiting, het vakbondswezen en de vrije pers. Het was een aanslag op de Surinaamse ziel. En hebel rees in hop on eagle's wings. Bear you on a breath of dawn. Make you shine like the sun. And hold you in the palm of his hand. Het is nooit een plezierig gevoel als je hier bent in het Fort Zeelandia. Ik ben het verleden vaker hier geweest. Functioneel in verschillende hoedanigheden. Maar het gevoel zal pas goed worden als volledige gerechtigheid is geschied. Ik denk dat daarop de samenleving ook wacht. Uitdragen. Wij zijn zeker dat u ons niet zult teleurstellen. Alsjeblieft. En ik neem het in ontvangst op een locatie en op een dag. En als we om ons heen kijken, er heel wat muren zijn die vandaag allemaal dienen als stille getuigen. Als die muren konden praten, dan zouden wij alles vernemen wat er gebeurd is. Maar de schrijfster Norali Beyer heeft datgene wat de muren niet kunnen doen vandaag gemeend om in dit boek te schrijven. En ik heb de overtuiging dat dit boek boekdelen zal spreken wat er hier allemaal is gebeurd. En zoals de titel van het boek, Recht en Waarheid maken vrij. Zoals dat ook verankerd ligt in onze grondwet, zullen wij als samenleving ons ook naar moeten handelen. Laat dit boek ook een bijdrage leveren naar volledige gerechtigheid. Dank u wel. Zonder enige aantoonbare aanleiding werden deze 15 zonen 38 jaar geleden uit hun huizen gehaald en gewelddadig overgebracht naar deze locatie, Fort Zeelandia. Het was de laatste keer dat hun dierbaren hun leven zagen. John Baburam, 36, advocaat. Bram Beer, 31, journalist. Cyril Daal, 46, vakbondsleider. Kenneth Gonsalves, 42, advocaat. Eddie Hoost, 48, advocaat. André Kamperveen, 58, eigenaar van ABC Radio. Gerard Lekkie, 39, psycholoog. Sugrim Umro Singh, 42, wis- en natuurkundige, directeur van het rekencentrum van de Universiteit van Suriname. Leslie Raman, 28, journalist. Surinder Rambokus, 29, militair. Harold Riedewald, 49, advocaat.
Jiwan Singh Shombar, 25, militair. Josef Slagveer, 42, journalist. Robby Sohan Singh, 37, industrieel. Frank Wijngaarden, 43, journalist. Wij vragen u een respectvol applaus voor deze dappere Surinamers. De moordenaars van 8 december 1982 zijn geïdentificeerd en veroordeeld. Een nieuw tijdperk is aangebroken. Een nieuwe kans om zonder angst in vrijheid te leven. Het is aan ons de toortsen over te nemen en brandende te houden. Het is aan ons de poorten naar recht en rechtvaardigheid open te houden voor alle generaties die na ons komen. Er is geen ruimte voor geweldsverering en straffeloosheid. En daarom roepen wij de regering op om de gewijzigde Amnestiewet 2012 in te trekken. En op 25 februari... En op 25 februari niet te handhaven als Nationale Vrije Dag. Hij heeft gevraagd om de datum van 25 februari goed naar te kijken. Daar is er een commissie al aangewezen. Op mijn kabinet, om er naar te kijken. Dus ik kijk uit naar het advies en de oproep voor wat betreft de intrekking. Zou je dat met de wetgevende mag moeten bespreken. En dat is de regering en het parlement. Maar de boodschap is duidelijk begrepen. Oh, my God.